Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in de afrondende fase van de landsdienarenregistratie. Het ministerie begon in oktober 2020 met de registratie van ambtenaren. Minister Bronto Somaharjo liet eerder deze week weten dat uit het landelijke landsdienarenregistratierapport er veel besloten zal worden. Daarmee bedoelt de bewindsman dat er met het rapport gekeken zal worden hoe het overheidsapparaat gerationaliseerd kan worden. Gaan we de mensen met vrijwillig vervroeg pensioen sturen of gaan we richting FUT vrijwillig uittreden? Dan heb je meerdere opties. Dus geef mij de kans om het rapport, het LDR-rapport af te ronden. En daar gaan we het hele reutemeteut van rationaliseren en efficiënter maken van de overheid aan ophangen. Hoeveel ambtenaren moeten in de eerste fase... Volgens onze crisisherstelplan mikken we op de eerste fase 5000 ambtenaren rationaliseren. De bewindsman laat verder weten dat BISA zal inkomen met het geldbedrag van 500.000 SRD dat bedoeld was voor de uitbetaling van verkiezingspersoneel en welke gestolen is bij het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost. Het ministerie is gisteren met de uitbetaling begonnen. Ik heb iedereen gezegd, laten we alles afronden voor alle commissariaten. Want ik wil niet dat het narratief is dat we 10 of 20 of 30 mensen niet hebben uitbetaald. Het narratief moet zijn, we zijn 17.000 mensen aangetroffen en daarvoor hebben we 50 miljoen SRD gevonden om uit te betalen. De minister zegt vertrouwen te hebben in het politieapparaat. Dus hij hoopt dat alle personen die betrokken zijn bij deze roofoverval, ook de handlangers, opgepakt zullen worden.